Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Vandaag hadden we temperaturen van zo rond de 20 graden in het land. Het was prima weer vanmiddag, met flinke zonnige periode en ook stapelwolken. Heel lokaal viel er een buitje. Dat gebeurde dan uit de stapelwolken die allemaal van noordoost naar zuid aan het trekken waren. Want daar waaide een matige noordoostenwind. We zien dat we het in Nederland nog niet eens zo slecht hebben getroffen... Ja, richting Frankrijk, daar is het nog fraaier. Maar kijk je naar het oosten van Europa, dan zien we daar heel veel bewolking. Maar ook veel dichter bij huis, in het oosten van Engeland, ook daar is er veel bewolking. Dat zijn wolkenvelden die boven de Noordzee zijn ontstaan. Dat kan ons ook gebeuren de komende dagen, maar uh, daar uh, houden we, hadden we vandaag in ieder geval niet veel last van. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op. Vrij heldere omstandigheden. Er is een kleine kans dat er vannacht poollicht komt. En misschien kunnen we dat dus gaan zien. Een groot deel van het land zal er weinig bewolking zijn. Ontstaat wel nevel en vooral het zuidoosten en het oosten kan het ook echt mistig worden. Pollicht heeft wel last van de maan die behoorlijk schijnt. Daardoor is het toch wat minder donker dan in een gemiddelde nacht. En juist met dat vage pollicht maakt dat allemaal wat lastiger. Voor de echte nachtbrakers, hou weerplaza op Twitter in de gaten. En dan zie je vanzelf of er al meldingen zijn. Temperaturen dalen tot rond 10 graden, dus wordt wel frisjes. Kijken we naar het weer morgen overdag? Nou, dan hebben we opnieuw stapelwolken en een paar wolkenvelden. Die wolkenvelden komen vanuit het noorden en trekken dan langzaam richting het westen. Maar uh, ook dan zal de zon van tijd tot tijd schijnen. De meeste zon verwacht ik in Zeeland, en later op de dag weer in het noordoosten. Dat zijn dan ook de regio's die 21 graden halen. In de rest van het land wordt het zo'n 19 à 20 graden. Opnieuw de matige noordoostenwind en opnieuw droge omstandigheden. Dat fraaie nazomerweer dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied ligt min of meer van Schotland via het zuiden van Scandinavië naar het noordwesten van Rusland. Daar is de luchtdruk vaak meer dan 1025, af en toe zelfs 1030 hectopascal. Slecht weer bevindt zich in de omgeving van Oostenrijk en op de oceaan. Dat bereikt ons allemaal niet. Al kan het slechte weer vanuit Oostenrijk wel dichterbij komen, waardoor we in het weekend vanuit het oosten met meer wolkenvelden te maken krijgen. Maar zoals we hier zien op de kaart van zondag, s'nachts 1 uur, nog steeds hoge luchtdruk boven het zuiden van Scandinavië. En ook dan hebben we nog steeds te maken met de oosten tot noordoostenwind in ons land. Kijken we naar het weer voor de komende dagen, dan zien we dat de trend eigenlijk nog steeds langzaam omhoog is qua temperatuur. In het weekend vanwege die wolkenvelden misschien wat lager, maar na het weekend gaat het kwik naar 20 tot 25 graden. En nog heel veel weg, maar pas na het volgende weekend gaat het kwik dan mogelijk weer dalen. Wat meer in detail, zaterdag in het westen en noorden flinke zonnige periode, maar vanuit Duitsland kunnen er in het oosten en zuidoosten wat meer wolken langs drijven. Temperaturen zo'n 20 tot 22 graden. Uit die wolken kan zondag in het oosten misschien een spatje regen vallen. Het stelt allemaal weinig voor, verwacht ik. Wel daar opnieuw wat meer wolken en meeste zonneschijn in het noordwesten. En ook maandag heel lokaal een buitje, maar vooral flinke zonnige perioden. En de temperatuur is dan dus 20 graden. Maar zoals we net zagen, na maandag gaat het kwik weer omhoog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.